Hi, mijn naam is Pepien van den Berg en ik ben traumasensitief lichaamsgericht therapeut. En vandaag wil ik graag een tweede deel opnemen over de polyvagaaltheorie. Welkom bij het tweede deel van mijn uitleg over de polyvagaaltheorie. En hiervoor gebruiken we de grafiek van Stephen Porges. En als het goed is, hebben jullie daar al mee kennis gemaakt in het eerste deel van de uitleg die ik heb gegeven. Maar ik ga hem een beetje afdekken. Want de bedoeling is dat wij zoveel mogelijk ventraal vagaal zijn in het groene vlak. We voelen ons verbonden, we voelen ons veilig en we zijn sociaal en betrokken. En we voelen ons vrolijk in het nu, gegrond. We zijn nieuwsgierig en open en we voelen compassie en we zijn mindful. Dus ons ventrale systeem is geactiveerd. Dat is eigenlijk een normale staat van zijn. Maar nu zie je hier een golfbeweging. En de golfbeweging is deels in het rood en deels in het groen. Dit is als het ware een normaal dag- en nachtritme. Dus een normale actie van rust naar activiteit en weer naar rust en weer naar activiteit en weer naar rust. Dus dat is heel normaal om daar in de dag door mee te maken te hebben. Er zijn al eenmaal dingen die gedaan moeten worden, dus daar lenen we iets van in het rood, van het sympathische zenuwstelsel. Maar mocht er iets gebeuren wat jou heel erg raakt, wat spannend is of wat spannend begint te worden, dan ga je als het ware op de grafiek omhoog stijgen. Dus dan komen we al een beetje in het je zorgen maken of de frustratie en de irritatie. Dus we komen al aan in het sympathische zenuwstelsel. En ik heb hier een woordje bijgeplakt. En dat is het woordje fawn. En fawn is in het Nederlands bevrienden. Dus je hebt vechten, vluchten, bevriezen. Maar in het allereerste begin van het stijgen op die grafiek heb je fawn. Dus je maakt je zorgen, er zijn wat frustraties en je wil nog niet echt vluchten of echt vechten, maar je begint al heel erg rekening te houden met de ander. Je bent niet meer in verbinding, niet helemaal meer in verbinding, maar je begint af te tasten in je systeem, hoe moet ik met deze situatie omgaan? Is het nog wel veilig? En wat kan ik doen om het veilig te maken? Dus je bent al meer in je hoofd, meer aan het scannen, meer aan het voelen. Wat is deze situatie? Moet ik de boel sussen? Het heeft te maken met pleasen, met conflict vermijden, met geen nee durven zeggen, je grenzen niet goed durven aangeven. Dus dat zit een beetje in dit gebied. Dus het is al best wel een spannend gebied om in te zijn. Want er is al een traumarespons, zeg maar, aangezwengeld. Dus dat is de fawn. Dus je begint je zorgen te maken. Of er is een irritatie, een frustratie. En je hebt je sympathisch systeem nodig. Je hebt energie nodig om hiernaar te handelen. Nou, en dan wanneer dat niet gaat, wanneer je dus het niet lukt om de situatie te de-escaleren naar weer naar het groen, dat het weer veilig is, dan stijg je als het ware nog verder op de grafiek. En in het rijtje vluchten heb je de angst en de paniek. En in het rijtje vechten heb je de woede
en de boosheid. Dus eerst de boosheid en dan de woede. Dus die mobilisatie, wat je dus leent uit jouw sympathische, van jouw sympathische zenuwstelsel, zorgt ervoor dat je in actie kan komen. Dat je weg kan gaan of dat je jezelf kan verdedigen. He, want hier staat nog steeds het woordje I can. Dus hier kun je nog wat. Hier kun je nog weg of kun je jezelf verdedigen. Of kun jij beweging geven aan wat je voelt. Wanneer dat echter niet gaat, wanneer het echter te heftig wordt, krijgen wij hier een stippenlijn en komen we bij het woordje overwhelm. Dus dat is het overweldigen van jouw systeem en het woordje I can't. Hier kun je nog wat, maar hier ben je dusdanig overweldigd door de situatie dat het niet meer lukt om te vechten en te vluchten. En wat gebeurt er dan? Dan komen we in het blauwe gebied. Dan springt het dorsale stukje van de nervus vagus, wordt actief. En dan komt er een soort van verslappen van je systeem. Dus jouw lijf wordt slap en je voelt je verdoofd en je hebt gevoelens van somberheid en door die slapte is er ook houdt je lichaam energie vast. En voel je ook hopeloos en het is echt ook een gevoel van kou en een gevoel van verdoving. Dus daarmee probeert jouw lichaam jou te helpen om wanneer er echt iets heel ernstigs gebeurt, dat jij daar niet zo heel veel van voelt. Dus dat is echt een hele heftige situatie om in te zijn. De freeze response, het lichaam wat slap wordt en niet meer zo goed reageert. Dit kun je ook heel erg in je hoofd voelen. Dus dat is een hele heftige situatie om in te zijn. En veel mensen die ik zie, die zitten in dit veld. Of die navigeren tussen sympathisch en freeze. En is het heel lastig om naar ventraal te gaan. Om die verbinding weer te voelen. Om dat vertrouwen weer te voelen, ook in je lichaam. Nou, wanneer je traumatherapie volgt, dan, en met name lichaamsgerichte traumatherapie, dan ga je als het ware deactiveren. En dat kan best wel ook wel spannend zijn, want je bent zo gewend om in die freeze response te zijn, dat het ook wel heel gek is om weer over dat stippenlijntje te gaan en weer hier te komen. En het gevaar bestaat wanneer het te spannend is om weer in deze gevoelens te komen, waarbij je weg bent gegaan, om dan weer net als wat ik doe met het blaadje, om op en neer te gaan in deze situatie. Dus door lichaamsgerichte therapie te volgen, ga je deactiveren een klein stukje. Maar omdat dat best wel spannend kan voelen, en daarom is het zo belangrijk om je ook veilig te voelen bij degene bij wie je de therapie volgt, dat je goede regulatiemethode hebt, zelfregulatie, dat je dingen in je eigen omgeving op kan vangen aan emotie of aan fysieke sensaties. En bespreek dit ook met je therapeut van hoe je het beste daarnaar kan handelen.
En geef het ook alsjeblieft de tijd om, om het te laten zakken. Want wat gebeurt er eigenlijk met traumatherapie? Ik zal het even demonstreren aan de hand van mijn sneeuwbol. Is dat er in dat deactivatieproces gaan er allerlei sneeuwvlokjes dwarrelen. En ze zullen nooit op dezelfde plek weer neervallen. Dus jouw lichaam, jouw zenuwstelsel gaat opnieuw reorganiseren. Maar wanneer dat te spannend voelt, kun je weer terugbewegen naar de verdoving. Je doet weer een stukje therapie, je deactiveert, maar dat is weer heel spannend en dan ga je weer omhoog. Dus dit is niet de golfbeweging die we idealiter willen hebben. We willen naar deze golfbeweging. Dus we willen in het proces van deactivatie heel erg het vertrouwen in onszelf gaan opbouwen. Dus steeds een piketpaaltje plaatsen bij fysieke sensaties die je waarneemt. Boosheid die naar boven komt, angst die eventueel naar boven komt en verdriet en dat soort dingen. Dus daar mogen we heel zacht naar kijken en mee omgaan en pauzes inlassen en rust. En ja, dat is een hele belangrijke fase in je proces, waardoor je echt deactiveert en dat deze curve letterlijk steeds platter wordt, waardoor we uiteindelijk weer hier terechtkomen. Dus dat we met name ventraal zijn en de dag op de dag door wat lenen van ons sympathisch systeem, waardoor wij toch in de actie kunnen komen, waardoor we onze emoties waarnemen en benoemen en dat het niet meer zo'n stressreactie geeft en dat wij met name ook ons veilig voelen en verbonden. En dat is ook heel belangrijk in de therapie. Dat er een vorm van vertrouwen is. Dat je je veilig voelt. En dat je voelt dat je systeem wat heeft ingelost aan die spanning die zich hier heeft opgeslagen. Dus dat deactivatieproces heel mild mag zijn. En dat je er ook weet van het mag echt wel even wat tijd kosten. Maar dat we bouwen, dat we opnieuw dit gebied, dat groene ventrale gebied, sterker laat worden. Dus traumatherapie werkt aan het sterker laten worden, het activeren van jouw ventrale systeem, waardoor jij je veiliger begint te voelen, gegrond en meer die, dat je minder somber voelt, minder in die bevriezing vastzit en je ook een fijnere stemming krijgt. Dus dat is het doel van traumatherapie zoals ik die geef. En ik hoop dat deze uitleg nog meer heeft bijgedragen aan het begrijpen van de polyvagaaltheorie. En mocht er nog vragen zijn, zet het in de comments. En wellicht zie ik jou voor een sessie. Bedankt voor het kijken. Dag!